in gesprek met Tess. Tess Vliers, met een F, hè? Ja, met een F. Helemaal uit Zeeland. Ja, zeker. Leuk dat je hier naartoe bent gekomen. Ja, leuk om hier te zijn. Ja, ik kwam je tegen op iTunes met je podcast Inpluggen op je leven. Ja. 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 Ben jij ingeplugd? Nou, goede vraag. Ja, ik denk voor een groot deel wel. Ik denk ook dat je nooit altijd alleen maar ingeplugd kan zijn. Denk ik. Ik denk dat het ook altijd een zoektocht blijft. Maar dat je wel mag gaan doen waar je echt heel erg blij van wordt. En ik kan eigenlijk wel zeggen dat ik nu dingen doe waar ik echt heel blij van word. Oké. Okay. Meer dan daarvoor. Ja, want jij komt uit de jeugdzorg. Ja. 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 Ik zit bij dat inpluggen even te denken. En je zegt op je leven. Waar plug je dan precies op in? Ja. Nou, ik denk dat je voor het grootste deel, als ik het over mezelf heb, laat ik dat gewoon maar doen. Waar plug ik op in, is ik plug in waar ik echt van aanga. Waar ik blij van word. Wat ik echt zelf wil doen. En niet zozeer wat de omgeving wil dat ik ga doen. Of dat omdat ik bijvoorbeeld gestudeerd heb. Ik heb orthopedagogiek gedaan. Ik heb in de jeugdzorg gewerkt. Heel lang ook. Dat mensen aannemen dat je daar dan behoort te blijven. Of iets in dat werk mag blijven doen. Terwijl ik eigenlijk aan alles voelde, dit is niet leuk. Om vervolgens wel te gaan kiezen voor jezelf. En dat gaat volgens mij echt over inpluggen. Dus echt teruggaan naar wat wil ik nou? En waar word ik nou eigenlijk blij van? En daarachter zien te komen is wel een rit. Een rollercoaster ook af en toe. Is dat de belangrijkste graadmeter? Word ik er blij van? Ja. Ja? Voor mij wel. En dat is voor iedereen altijd voor mij wel. Ja. Als ik er niet blij van word, dan zijn het vaak dingen die ik niet moet doen. Nee. Dus ook bijvoorbeeld de uitnodiging voor dit gesprek, dan ga je eerst eens voelen van hoe voelt dat? Heb ik daar zin in? Heb ik dat ervoor over? Of hoe? Ja, nou, toen jij mij uitnodigde, dacht ik, oh ja, dat kan natuurlijk ook nog, dat je bij andere mensen in een podcast terechtkomt. Maar dan, ik wil het niet doen omdat jij bijvoorbeeld een groot podcastkanaal hebt. Ik wil het ook echt wel doen omdat datgene wat jij doet ook echt iets te maken heeft met inpluggen op jouw leven. Hmm. En dat we daar gewoon een heel leuk gesprek over kunnen hebben. Ja. Dus dat ga ik wel voelen. En dan ga ik kijken, goh, waar heb jij het over? Waar ben jij mee bezig? En ja, past dat ook bij mij? Ja, dan blijkt het te matchen. Ja, ja. En dat is wel een gevoelskwestie, ja. 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 Heb jij in de tijd dat je dus niet ingeplucht was op je leven, had je klachten? Werd je chagrijnig, depri, burn-out? Ja, burn-out zou ik het niet willen noemen. Maar ik vond het, nou, het was elke keer, ik ben best wel een jobhopper geweest, ook binnen de jeugdzorg. Ik had vaak ook tijdelijke contracten, die hielden dan op, maar ik vond het ook altijd fijn dat het dan weer klaar was, want toen kon ik naar de volgende. En elke keer als ik zo'n hop gemaakt had, dan was het even oké. Dan kon ik weer nieuw beginnen, kon ik weer met nieuwe mensen connecten, kon ik weer nieuwe collega's leren kennen, nieuwe manieren van werken leren ontdekken. En na een tijdje dacht ik ook weer, is dit het nou? Is dit wat ik dan wil? Vind ik dit leuk? En toen kwam er weer een hop. Tot de jeugdzorg op een gegeven moment zo ondersteboven gegooid werd. Dat ik dacht, ja, maar nu kan ik mijn werk ook niet meer doen zoals ik het leuk vind met de kinderen. Met de collega's. En werd ik echt ook wel een beetje beperkt in de gesprekken die ik eigenlijk wilde voeren. Ging het meer over protocollen. Ging het over vergaderingen. Ging het over spoedberaden. En niet meer over behandelingen op langere termijn. Want ik werkte met kinderen die echt uit huis geplaatst waren. Die ook gewoon echt een lange termijn perspectief moesten hebben. Hmm. En je ging van brandje naar brandje. En dat wou ik niet meer. Nee. En hoe weet je dat dan zeker, dat je dit niet meer wil? Is dat gewoon een wilsbesluit? Of kan je het gewoon niet meer? Ja, je gaat dat natuurlijk. Ik deed dat een hele tijd, liep ik hier wel mee door. En hoopte ik op beter. Zo werd ik bijvoorbeeld zwanger in de periode dat ik daar nog werkte. En dat ik dacht, oh yes, ik mag met zwangerschapsverlof. Ja, ja, ja. Ik mag eruit. Ja. Dat ik er even niet mee bezig mee moest zijn. Ja. En ik had echt de hoop en de naïviteit dat het daarna weer helemaal beter was. Als ja. ik terug zou komen. En dan kom je daar weer terug en dan is het weer een teleurstelling. Dan is het eigenlijk alleen maar erger geworden. En dat is dan elke keer, het is een stapje elke keer dichterbij in je proces. Sommige mensen moeten eerst burn-out raken voor ze echt kunnen voelen. Nu kan het ook gewoon echt lijfelijk niet meer. Mm-hmm. En ik had het op het moment dat ik in gesprek ging over stoppen. Intern met die afdelingen. Dat het einde, zeg maar, voor mij, dat er zo'n lichtpuntje zat. Van ik kan eruit.
En die periode was voor mij heel spannend. Ik dacht, gaat het lukken of niet? Kan ik hieruit of niet? Ja. En toen begon ik het lichamelijk wel te voelen. Dus op het moment dat ik ook klaar was, heb ik ook echt gewoon een maand, 2 maanden ook gewoon niks gedaan. Alleen op de bank? Ja, we hadden een kindje. Dus, ja. Maar wat dat betreft veel naar buiten en ook niet bezig met, wat ga ik nu doen? Waar ga ik nu werken? Toen kwam eigenlijk al heel snel dat we opnieuw terug gingen verhuizen naar Zeeland. Want je woonde daarvoor in omgeving? In Deventer, ja. In Badmen, een plekje buiten Deventer. Ja. En dat liep allemaal samen, dus dat is ook niet voor niks geweest. Maar. Dat al die puntjes bij elkaar samenkwamen. Dus mijn werk werd steeds minder leuk en ik kwam op zo'n punt van ik ga echt wel een groot besluit nemen dat ik hier uit wil. Voor mij was dat een heel groot besluit. Ik wist eigenlijk niet wat ik wel wilde, maar ik wist eigenlijk wat ik niet wilde. Dus daar ging ik een keuze in maken. En tegelijkertijd kon mijn vriend in Zeeland, waar ik eigenlijk oorspronkelijk vandaan kwam, een baan krijgen. En zouden we ons huis moeten verkopen en daar opnieuw moeten beginnen met een kindje van 1. Dus dat waren allemaal hele bijzondere wegen die op zo'n knooppunt samenkwamen. Ja. Maar die ook echt als door het universum echt ook gewoon allemaal goed liepen. Ik kon uit mijn baan. Mijn vriend kreeg een nieuwe baan. We hadden ons huis binnen een week verkocht in crisistijd voor de prijs die we wilden. We hadden een hoekwoning in het dorp waar we wilden wonen. Tegen een belachelijk mooie huurprijs. Ja. Die we later konden kopen. Dus het was... Het klopte. Ja. En hoe verklaar je dat? Is er dan toch een geheime kracht aan het werk die als wij zelf uit de weg gaan, of als wij durven ons open te stellen voor wat er staat te gebeuren, wat dan automatisch in gang komt of zo? Ja, daar geloof ik wel in, ja. Ik heb geen bewijs, behalve het bewijs dat dit dus allemaal samenkomt. Dat is voor mij bewijs. En maar ook wel het teken dat je dan het juiste aan het doen bent op dat moment in je leven. Dat het ook een soort van gesteund wordt door een hoog doel. Ja. Door, nou, ik noem het universum, mensen noemen het God, het al, de bron. Ja. Ja, ik geloof daar wel in. En als je daar dus ook op durft te vertrouwen, dan komen er dus ook op hele bijzondere manieren in één keer. Komt er dus bijvoorbeeld in één keer een huis op je pad. Ja. Wat daar bijna nooit aan de orde komt in het dorp waar ik nu woon. En is dat niet puur een kwestie van geluk hebben? Heb jij niet gewoon het geluk aan je kont hangen, Tess? Dat dacht ik toen, dacht ik dat wel. Want toen was ik helemaal niet zo bezig met de wet van aantrekking. En want dat zijn natuurlijk ook de principes waar ik dan nu af en toe mee bezig ben met afstemmen. Je mag het voor mij ook op geluk gooien. Dat maakt me eigenlijk niet zo heel erg veel uit. Maar ik geloof er wel in dat als je keuzes maakt die echt heel dicht bij jou liggen en die goed zijn voor je, waar je dus ook gewoon blijer van wordt, waar je veel meer jezelf kan zijn, dat het gewoon op allerlei mooie manieren gewoon geholpen wordt. Ja. Bijvoorbeeld een huis, een andere baan. Ik wilde bijvoorbeeld in het onderwijs wel eens gaan werken. Dus ik had een mailtje gedaan naar het onderwijs daar, naar de hogeschool in Zeeland. En toen was er op dat moment geen plek en 2 weken later stuurden ze weer een mailtje. Ik heb wel in 1 keer een gat, wil je komen? Ik heb nooit in het onderwijs gewerkt. Ja. Zo rolde ik dus toch ook weer het onderwijs in. Ja. Ja, zeg het maar. Misschien is het wel geluk. Ik weet het niet. Goeie timing. Maar moeiteloos dus? Of moet je er toch heel veel moeite voor doen voor alles? Heb je überhaupt gestruggeld in je leven? Jawel. Ja? Ja, wat is struggle? Weet je, ik ben wel iemand die echt, als ik iets doe, dat ik mijn tanden erin zet. Ja, oké, maar dat het inderdaad heel veel moeite kost om dingen voor elkaar te krijgen. Het lijkt soms wel alsof bepaalde mensen... Je lijkt me ook zo met die een soort levenshouding heeft van het komt zoals het komt... En we gaan waar ons gevoel ons leidt. En dan lijkt me dat best wel moeiteloos eigenlijk. Ja. Nee, dat is niet altijd zo. Nee? Nee. Nee, want kijk, ik heb natuurlijk ook een aantal jaar in de jeugdzorg wel met een soort tegenzin gewerkt. Ik vond sommige dingen heel leuk, maar de dingen die ik niet leuk vond werden steeds groter. Dat kostte me dus ook steeds meer moeite om... echt mijn werk ook leuk te vinden om daar naartoe te gaan. Om ook nog blij thuis te zijn als ik daarvan terugkwam. Maar ik had het wel nodig om te voelen van, hey, dit wil ik niet. Dus blijkbaar wil ik iets anders. Ik kon alleen nog niet zien wat. Want ik moest eerst die deur dichtgooien voordat er een andere deur open kon gaan. Ja. Dus ja, ik heb wel struggle. En dat is vaak op het moment dat ik een hele goede keuze voor mezelf moet gaan maken. Dat het dus ergens niet loopt. Ja, maar die struggle is dan niet voor niks. Dat vertelt je iets. Ja. 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 Ja, en ik ga dan niet tot in den treuren doorstruggelen. Want ik voel ook snel genoeg aan mijn kinderen dat het niet werkt. Ja? Mijn kinderen zijn ook een spiegel voor mij. Het zijn enorme goeroes, wordt maar wel eens verteld, hè? Kleine kinderen. Die laten je precies zien, net als een paard of een dier, hoe jij je voelt. Ja, zonder dat ik het zelf soms doorheb. Oké. Als ik gespannen ben of ik zit veel te veel in mijn hoofd.
Ja, dan merk ik het aan mijn kinderen. Ja, wat doen ze dan? Worden ze dan lastig? Ja, of dan kan ik het minder snel hebben. Of dan gaan ze op een andere manier aandacht vragen. Een beetje zeurderig. Ja, merk ik het aan. En als ik heel relaxed ben, dus helemaal uit die verkramping ben, zeg maar. Ja, dan zijn hun ook heel relaxed. Ja. En dan kunnen we echt ook gewoon doen waar we op dat moment zin in hebben. Dan heb ik ook veel meer ruimte voor mijn kinderen. En dat heb ik pas door op het moment dat mijn kinderen aan de bel trekken. En dat ik denk, doe niet zo na. Ja. Ik kan wel, wacht even. Het zit bij mij. Spiegel. Ja. Ja. Ik heb je podcast natuurlijk geluisterd en daarheen heb je het heel veel over blokkades. Dat wij rondlopen met blokkades en dat dat ons weerhoudt van volledig zeg maar ons liedje te zingen, om het zo te zeggen. Hè? Ja, leuk. Ja, hoe kom ik erachter wat mijn blokkades zijn? Laat ik al eens bij jou kijken. Hoe kwam jij erachter wat jouw blokkades waren en wat heb je ermee gedaan? Ja, blokkades is echt ook een heel groot thema waar je niet zomaar een antwoord op hebt. Het is een gevoelskwestie, zei je al. Sowieso. Ja. En ik denk dat je ook als mens meer dan één blokkade hebt. En je hoeft er ook niet altijd heel veel last van te hebben. Al komt er denk ik wel ooit een punt dat je denkt, hey, wil ik dit nog wel? En dan kom je op zo'n wrijfpunt. Dat je gaat bedenken van, wat is het nou? Waarom? En bij mij uit het zich dan vaak in, waarom word ik hier niet meer blij van? Waarom ben ik heel erg chagrijnig? Waarom loopt dit niet? Zo had ik bijvoorbeeld nog niet zo heel gek lang geleden de blokkade in mijn oude bedrijf, de Derde Boom Links, een praktijk voor rouwbegeleiding, die niet liep. Ja, het is niet zo heel fijn om te zeggen, maar het liep niet. Het liep niet in de begeleiding die ik wilde geven aan kinderen en jongeren. En was er geen markt voor? Ja, dat zegt iedereen. Terwijl ik denk, daar is zeker wel markt voor. Het is heel belangrijk ook wel. Er waren heel veel professionals die zich wilden laten scholen. Dus mijn trainingen liepen goed. Maar mijn begeleidingen met kinderen die ik wilde doen, dat liep niet. Want je begeleidde kinderen die dus een ouder verloren, of een broertje, of een andere familie, het opa misschien, om hoe ze daarmee om moesten gaan. Of zelfs het traject ernaartoe, hè? Ook mensen die komen te overlijden, overleden zijn. Maar ook kinderen die uit huis geplaatst zijn, uit de jeugdzorg, is ook een verlies. Een heel groot verlies zelfs. Want, van je veilige omgeving. Ja, en iedereen leeft nog, alleen jij hoort daar nu niet bij. Ja, dus dat is een heel heftig verlies zelfs, wat vaak niet zo gezien is. En vanuit de jeugdzorg ben ik ook, om dat bruggetje te maken, ik dacht, er zit zoveel rouw bij die kinderen. Maar het werd op gedragsproblematiek gegooid, het werd op systeemproblematiek gegooid. Maar ik dacht, waar is de rouwbegeleiding in het verliezen van je huis? Van je school, van je vrienden, van je familie, van je eigen kamer, je eigen bed. Je werk. Ja, ja, nou ja, precies dat. En voor die kinderen was het natuurlijk eigenlijk gewoon hun zijn. Je huis is je veilige plek, hoe onveilig het daar volgens volwassenen ook is. Hè? Ja, ja, ja. En toen dacht ik, het gaat over rouw en daar wil ik wat mee doen. Dus vanuit dat oogpunt ben ik mijn bedrijf ook begonnen. Maar het liep niet. En het liep niet. En ik dacht, hoe kan dat nou? En ik was echt, als je het hebt over een struggle, ik was echt in worsteling met mezelf en in gesprek met gemeenten. Wil ik me laten inkopen via bepaalde uurprijzen die zij bepalen. Manieren van werken die op die manier bepaald wordt. Ik dacht, ja, maar daar word ik dus weer niet gelukkig van. Want ik heb een bepaalde visie hoe ik wil werken. En dat werkt niet als iemand mij een andere manier van werken gaat opleggen. Hmm. Puur om dan maar wel even je geld in het laadje te krijgen en je begeleidingen te kunnen doen. En dat was voor mij echt zo'n moment dat ik dacht, dit kan niet, ik moet stoppen of zo. En toen kwam ik erachter dat het dus niet alleen maar rouwbegeleiding is waar ik heel blij van word. Maar dat het juist het stukje, als je het hebt over dualiteit, van rouw naar leven. Mm-hmm. Dat ik zat zo vast op het stukje rouw en zo te ploeteren om daar een succes van te maken. Dat ik eigenlijk al veel gelukkiger werd om mensen te coachen om vanuit verlies en blokkades, als je het hebt over blokkades, om die om te buigen. Naar levenskracht en naar wat ga je dan wel doen? Welke krachten haal je daaruit om volop wel te kunnen gaan doen waarom je hier bent gekomen? Hmm. Om er een feestje van te maken. En dat kan. Een blokkade hoeft dus niet uit de weg geruimd te worden. Die wordt getransformeerd tot iets. Ja. Oké. Okay. Ja. Ik heb bijvoorbeeld wel altijd gedacht dat ik een soort blokkade heb op, noemen ze een voorbeeld, het idee dat het goed genoeg is, weet je wel? Het is nooit goed genoeg. Uh-huh. Het kan altijd nog beter. Hoe zou ik zoiets kunnen transformeren dan tot een kracht? Ja. Want het is een soort perfectionisme wat je toch vaak in de weg staat, hè? Ja.
om echt iets te doen waar je heel blij van wordt. Neem aan. Want er moet wel een soort drive zijn waardoor je voelt van het belemmert me. Want anders gaat het niet werken. Nee, het belemmert me meer in de zin van, dan denk ik, dan begin ik er allemaal mee niet aan. Zoals nu met radio. Ik ben eigenlijk met radio gestopt omdat ik zag van de manier, inderdaad, zoals jij ook zegt, de manier waarop ik het wil doen, heel professioneel, weet je wel. Dat kan hier niet meer. En dan, maar dan zeggen ook mensen, ja, het is geen proefwerk waar je een team voor moet halen. Doe het dus wat meer uit de losse pols. Zeg ik, ja, maar ik wil het niet uit de losse pols doen. Ik wil het maximale eruit halen uit een radioprogramma. Mm-hmm. Weet je, en dat was die struggle voor mij dan, hè. En ja, toen heb ik op een gegeven moment mijn eieren voor mijn geld gekozen. Ja. En wat ik dan heel interessant zou vinden als je het dan hebt over zo'n blokkade. In wat maakt dat je dat uit de losse pols, dat dan al niet het maximale van jou is? Ja. He, want als jij uit de losse pols werkt en volledig vanuit jou werkt, dan kan het niet maximaler zijn, volgens mij. Ja, ja, ik heb me heel erg verdiept in allerlei regeltjes over radio uit Amerika. En dan denk ik van, oh, er is zoveel mogelijk, hè. Dus ik zou met die radio zoveel free publicity kunnen scoren. Oh, ja. Stunts kunnen uithalen, nog meer luisteraars kunnen bereiken. Maar we doen het niet, omdat we het inderdaad maar gewoon een beetje zo doen van, ah. Jij zegt eigenlijk, ik wil het nog professioneler aanpakken dan het in Nederland gewoon is. Klopt. Ik ben ook van plan om een boek te gaan schrijven over radio. En ik doe radiocolleges meer omdat je denkt, weet je, er is zoveel. Soms denk ik wel eens, had ik al die boeken uit Amerika over radio maar niet gelezen. Nee, dan had ik het ook niet kunnen meenemen nu. Nee, dan had ik nu gewoon gedacht van, ja. Nee, we doen het, het is goed zo, goed genoeg zo. Maar ja, dat is toch een blokkade die blijft me achtervolgen. Tenzij ik misschien naar Amerika zou gaan verhuizen en daar dan bij radiostation zou gaan werken. Maar ja, ik heb ook wel van iemand gehoord, je neemt jezelf mee ergens naartoe. Ja. Dus ik hou het graag bij mezelf. In de zin van, kun jij me vertellen van, die blokkade, wat? Ik zou er eigenlijk liever vanaf zijn. Weet je, ik zou liever gewoon met een zesje tevreden zijn dan dat ik iedere keer maar denk, het moet een 9 of 10 zijn. Nou ja, of als dit echt is wat je wil, waarom begin je niet je eigen radiostation? Ja, of zoiets, ja. Ja. En het dan helemaal want wie zelf ben jij niet om dat te doen? Ja, precies. Wat weerhoudt je ervan om het helemaal neer te zetten zoals jij het wil? Ja. Dan wordt het pas cool. Ja, nee, dat is. Als ik jou al zie, jij bent nou niet in beeld. Ja, maar ziet als ik je nou zie, dan denk ik, nou, daar komt echt gewoon een zonnetje zo uit. Nee, daar komt de kracht vrij. Maar dus goed. Dan is de vraag van waarom ga je niet je eigen radiostation beginnen? En het echt zo aanpakken zoals alleen jij het wil aanpakken. Op jouw manier. Ik zet hem op de to-do-lijst. Bedankt voor de tip. Tess, kun je me nog wat vertellen over die blokkades? Wij denken vaak ook dat dingen zijn die wij zelf opgelopen hebben. Maar dat kan dus ook iets zijn wat een generatie hiervoor al zijn intrede gedaan heeft. Ja, heel vaak denk ik ook dat we het onbewust al overgenomen hebben van onze ouders. Of doorgekregen hebben. Van onze ouders, grootouders, overgrootouders. En dat is het irritante ook van blokkades. En dat is denk ik ook waarom heel veel mensen in een burn-out zitten. En ook niet zo heel goed weten waar komt het nou vandaan. Mm-hmm. Omdat je kan wel kijken naar jezelf en je eigen overtuigingen. Maar 9 van de 10 keer komt het al een generatie van daarvoor. Dus van je vader of je moeders kant. Waarin in die opvoeding ook weer iets meegegeven is, waardoor jij als kind bijvoorbeeld heel gevoelig bent, heel goed anderen aan kan voelen, je ouders het moeten aanvoelen. Waardoor je bij wijze van voelsprieten ontwikkeld hebt. Ja. En die voelsprieten raken nu in deze tijd overbelast. Terwijl als je dus inzicht krijgt in waar komt die gevoeligheid vandaan bijvoorbeeld, alleen al het inzicht geeft ruimte. En geeft ook ruimte om te voelen, oh, het is niet van mij. In mijn coaching geven we soms ook gewoon dingen echt terug aan de generatie daarvoor. En dat klinkt heel suf als ik het er nu zo vertel. Maar op het moment dat je in een bijvoorbeeld een opstelling bent of echt in een sessie zit en je geeft ritueel een aantal gedragingen of overtuigingen terug van hé, deze zijn eigenlijk niet van mij. Ik heb ze gezien als van mij, maar ze zijn niet van mij en ze zijn echt voor jou. Dan ontstaat er zoveel meer ruimte. Mensen gaan ook echt anders uit hun ogen kijken. Dus en dat is de kracht van mijn vader. Mijn vader was perfectionist. Hè? En ik heb dat als voorbeeld gezien. Dat mijn vader eigenlijk veel te perfectionistisch was. Hmm. Ben ik dat dan maar gewoon als rol van hem gaan overnemen? Ik dacht, zo hoort een man zich te gedragen? Of? Nou, waarschijnlijk gaf perfectionisme een soort controle op je leven. Mm-hmm. Perfectionisme is ook controleren hoe het gaat. En als je controle hebt, hoe stom het ook is en hoe naar het ook is, je weet wel waar je aan toe bent.
En dat is waarschijnlijk wat je dan als kind ook meekrijgt, bijvoorbeeld in het geval van je vader. Controleer het maar en doe het maar perfect genoeg, want dan weet jij in ieder geval dat dat is waar jij controle op hebt. Ja, 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 dan ja. is het veilig. Dan heb je het in de hand. Ja. 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 Oké. Okay. En zo'n opstelling, hoe moet ik dat dan voorstellen? Je hebt nu een glas in je hand. Je vertelde me dat straks, dat, daar werk je zelfs mee. Dan staat dat glas symbool voor iets? Of? Kan, ja. Ik werk heel vaak wel met matjes om te starten. Dus het zijn eigenlijk hele simpele ronde IKEA placemats. Van die soort foam placemats zijn dat. Allemaal kleurtjes. En als jij bijvoorbeeld iets wil opstellen, dan vraag ik van kies een kleur. Kies een matje die voor jouw symbool staat. En daar gaan we mee werken. Dus we werken op de vloer met die matjes. En op het moment dat jij je matje neerlegt en ik vraag jou om erop te gaan staan, dan stap je eigenlijk in je eigen energieveld. In het energieveld van jou, maar ook van het gezin waar je uitkomt. Het hele grote systeem van herkomst, waar je opa en oma ook allemaal vandaan komen. En dan ga je dus ook echt dingen voelen. Je gaat lijfelijk voelen op jouw matje. Voelt het zwaar? Voelt het licht? Sta ik aan de vloer geankerd? Of kan ik lekker bewegen? Ben ik hier blij? Ben ik hier niet blij? En zo kun je ook een matje voor je vader neerleggen. En kun je dus ook op het matje van je vader gaan staan en eigenlijk gaan voelen wat aan energie hij eigenlijk voelt. Wat gek eigenlijk hoe dat werkt dan. Heel apart is dat. Ik heb mijn hoofd ook echt moeten afleren om daar niet te veel over na te denken. Niet te begrijpen. Het is niet te begrijpen. Nee. En mensen die op matjes staan zeggen ook, dit is raar. Ik zeg, zet dat maar uit. Ga maar gewoon mee in wat je nou voelt. Want dat is die onderlaag van zo'n blokkade. Want het erover hebben maakt dat je er nooit helemaal bij kan. Ons hoofd is heel slim. Ja? Ja, wij komen tot een bepaalde laag. En een energieveld als bijvoorbeeld die matjes maakt dat je het echt kan gaan voelen in je lijf. En wordt er dan ook wel eens gehuild? Vaak. Bijna altijd. Ja, want het trilt hier, denk ik. Energie is trilling, dus het maakt iets los. Er worden dingen in elkaar geschopt. Ja? Mensen worden boos? Heel boos. Maar dat is ook goed, want dat is de emotie die op sommige plekken er eerst uit moet. Ja. En dan heb je weer ruimte. Maar die emotie krijg je er niet vaak woordelijk uit. Omdat het zo diep zit, dat je het met woorden eigenlijk niet op kan raken. Ja. Dat is mooi gezegd. Maar heb jij dan een bepaalde gave om dat bij mensen omhoog te krijgen? Of? Ik heb ook van die voelspriet ontwikkeld. Oké, in jouw jeugd? Ja, denk ik wel. Ja. Je bent gewoon heel sensitief? Ja. Ja, ik ben niet zo van de labels plakken of ik hoogsensitief ben of niet, maar ik voel het heel snel aan bij mensen. Hoe het met iemand is. Een ruimte binnenkomen, bijvoorbeeld, terwijl het eigenlijk helemaal niet fijn is daar, zonder dat je dat doorhebt. Mm-hmm. Je voelt gelijk de stemming. Toch voel jij een soort van blanco aan. Ik heb dat ook wel een beetje, dat sensitieve. Ik krijg natuurlijk ook wel eens mensen over de vloer en denk, het is leuk dat jij coach bent geworden, maar je hebt nog zelf een enorme rugzak met stenen, denk ik dan, te voelen. Weet ik niet. Het kan ook mijn eigen rugzak zijn. Maar je hebt dus behoorlijk wel wat opgeruimd dan bij jezelf, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Ik weet niet of je ooit alles op kan ruimen. Maar ik heb daar ook anderen voor nodig. Het is niet dat ik dat bij mezelf kan doen. Je gaat niet zelf op mijn matje staan. Soms. Ja? Maar toch lukt het me minder goed. Want ik heb iemand nodig die, zoals ik mijn klanten begeleid, zeg maar, op die matjes, die mij ook begeleidt. Oké. Want je duikt echt helemaal in het gevoel van zo'n matje. En soms gaat je hoofd gewoon, die denkt dan niet meer. Dus ik heb dan ook even mijn coach nodig. Die zegt, maar wat wil je hier nou? Wil je wat zeggen? Of wil je iets teruggeven? En dat heb ik in mijn opleiding heel veel gedaan. Heel fijn. En hoe heet die opleiding? Het Land van Rouw. Dat was echt de opleiding in rouw- en verliesbegeleiding. Waar je dus ook behoorlijk met jezelf aan de slag bent gegaan. Ja. Automatisch. Je dacht eerst, ik kom hier iets om te leren, maar je kwam eigenlijk losgelaten. Ik kom hier om de jeugdzorg te verbeteren. Ja. En toen dacht ik, oh mijn god, ik zit hier toch eigenlijk echt voor mezelf. Ja. Zonder dat ik het wist. Grappig. Zo onbewust is het dus eigenlijk, weet je. Had je het van tevoren geweten, had je het dan ook gedaan, denk je? Nee, dat was dat je dacht, wachten we nog even mee of zo. Kijk, als ik nu zou mogen terugkijken, wel. Want ik had dit voor geen goud willen missen. Maar als ik had geweten hoe persoonlijk het eigenlijk zou zijn, dan had ik het denk ik niet gedaan. Het Land van Rouw heet het. Ja, in Groesbeek. Een hele bijzondere opleiding. Waarin je dus ook echt met die matjes leert werken, want daar heb ik het geleerd. Toen voelde ik, dit is echt de manier waar ik heel goed mee werk. Er zijn mensen die heel goed in gesprekstechnieken zijn. Ja. Ik werk heel lekker met die matjes. Ja.
Ik kan echt zeg maar lekker mee in dat. Want ik mag dan ook met mijn voelsprieten mee in iemand zijn energieveld. Ik mag dus ook gaan voelen. Hé, hoe is het hier? Ik krijg een beetje buikpijn. Hoe is het met jou? Wat gebeurt er daar dan? Ja, en dat heet officieel systemisch werk of zo? Of opstellingen ja, noem je het? Ja, daar komt het vandaan. Ja. 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 Ja, je hoort het ook in familieopstellingen. Dan doe je het met mensen, hè? Maar dit is echt met matjes. Ik doe het met matjes, omdat ik heel veel één op één werk met mensen. En als je echt een familieopstelling wil doen, ja, dan heb je nog 8 andere mensen nodig eigenlijk die representant moeten stellen. Ja, vind die maar eens op een doordeweekse dag. Ja, hè, voor een uurtje, voor een coachgesprek van 2 uur. Ja, dat werkt niet zo goed. Hoe kijken ze hier in Zeeland tegenaan? De Zeeuwse mensen zijn toch vrij nuchter of waren dat de Friese? Nou, ik denk dat ze beide vrij nuchter zijn. Ja. Wordt daar niet een beetje lacherig over gedaan? Ja, dat weet ik niet zo goed. Want heel vaak hoor ik dat dan ook niet. Nee. Ja, gelukkig maar. Ja, nou ja, dit is ook niet iets om je voor te schamen. Als het werkt, dan werkt het. Heb ik altijd gehoord van therapeuten en coaches. Ja. Dus, en het klinkt heel plausibel allemaal. Het gaat natuurlijk om voelen. Ik heb ook best wel wat psychologen en coaches versleten in mijn leven. Maar ja, als je op een gegeven moment een beetje goed kan babbelen. Je weet bij elk gevoel weet je wel een linksaf of rechtsaf te slaan. Zodat je er weer een mooi verhaal hebt. Dan kom je er nog niet, hè? Nee, dan denk je, laat maar weer even. Nee. Ik lul me hier wel weer even onderuit. Ja, daar hoor ik zo vaak van mensen dat ze zich toch... En maar is gek eigenlijk, hè? Want dan ga je ergens naartoe voor hulp. En toch weet je hoofd, dat zeg ik, je hoofd is slim, weet zich er toch weer onderuit te leggen. Ja, ja, ja. En kom je er nog niet? Nee, kom je er nog niet. Dat is een heel bijzonder mechanisme wat je dan... Je een jaar lang lullen. Ja. Ja. En dan nog niks gevoeld. Ja. Even terug naar je jeugd. Je schrijft op je website, toen je 16 jaar was, zat je aardig in de knoop met jezelf. Ja. Wat voor vragen stelde je? Nou, er waren echt wel zingevingsvragen. Toen al. Ja, ik denk dat heel veel pubers dat stiekem ook wel hebben. Van, hè, waarom ben ik hier? En weet ik eigenlijk niet. Ik had dat wel. Van, hè, waarom ben ik hier? Wat is het? Wat is het nut hiervan? Het was ook het jaar dat er een klasgenootje stierf bij ons. Van een jaar of 15. Ja, dat zit je wel aan denken, ja. Dat je dacht, waarom leef ik eigenlijk? Dat echt zo'n grote vraag waar ik natuurlijk geen antwoord op had. Dat ik dacht, van, ja, het is alleen maar oorlog. Mensen maken elkaar af. Is het de bedoeling dat we hier gewoon even zijn? Als je geluk hebt 70 jaar leeft, 80 jaar leeft en dan weer doodgaat? Is dat het? En daar kon ik wel echt heel verdrietig van worden. Want ergens wist ik toen dus al, er is iets anders wat ik hier mag doen. Maar ik weet niet wat. En dat maakt je onrustig of zo? Ja. Ja, want ik had daar toen nog niet echt een antwoord op. Toen zat je in de fase van, nou, je mag gaan kiezen. Welke richting ga je doen? Wil je economie gaan doen? Wil je handel gaan doen? Wil je met mensen werken? Ja. Nou, laat ik dan in ieder geval maar met mensen werken. Want volgens mij wil ik wel mensen helpen of zo. Maar dat ik toen kon gaan doen wat ik nu doe, ik wist helemaal niet dat het bestond. En dat het ook zo'n impact kan hebben. En dat je dus ook in dit leven zoveel impact kan hebben op iemands anders leven. Ja, want jij noemt dat, je wil lichtjes aansteken, hè? Ja. Door mensen op hun juiste plek te gaan zetten, zodat ze ook, dat ze ook zij hun licht kunnen gaan laten schijnen. Dat is een manier. Ja. Het lijkt me toch wel een grote opdracht. Ja, zo voelt hij ook wel. Ja. Ja. Jeetje. Ja. Dan heb je nog 2 kleine kinderen en een man en je woont in Zeeland. Niet dat dat een... Je woont in Zeeland. Nee, is geen straf, maar is leuk. Ik zou daar heel graag willen wonen. Maar probeer maar eens inderdaad weer hier te komen met de auto. Je bent zo weer 2 uur onderweg, hè? Ja. Voelt het niet als iets te groots of zo? Ja, toen ik... Weet je, dat heb ik ook echt sinds een paar maanden nog maar. Dat... Ja, mag je het een missie noemen? Ik denk dat je het een soort missie mag noemen. Een missie voelde altijd heel zwaar. Vond ik eerder. Maar nu ik dit voel, denk ik, ja, maar dit is gewoon ook wel de reden waar ik het voor doe. Waarom ik hier ben. Ik wil heel graag lichtjes aansteken. En dan is een missie in één keer een stuk leuker. Omdat je echt iets mag gaan doen waar je blij van wordt. Maar toen ik dat voor het eerst zag, want dat is door mijn eigen coach, na een soort meditatievisualisatie, kwam dat beeld. Dat ik echt zo'n wereldkaart zag en ik overal op de wereld lichtjes aan ging draaien. Toen dacht ik, mijn god, een hele wereld. Hoe moet dat nou? Ik heb inderdaad een gezin met 2 kleine kinderen. Maar dat heb ik wel ook weer los kunnen laten. Want het gaat stap voor stap. En ik hoef niet nu gewoon de hele wereld te veroveren. En misschien ga ik ook wel nooit de hele wereld veroveren. Maar het feit dat ik in ieder geval bij andere mensen lichtjes aan mag maken. Dat is ook weer zo'n sneeuwbal.
Jij vertelde mij net heel mooi, als ik een grapje op de radio maakte, dat iemand ging lachen, dat die dan weer vriendelijker was tegen die. En ja. Zo werkt het ook met mensen in hun kracht zetten. Echt laten doen waar ze blij van worden. Wat zou er gebeuren als jij je eigen radiostation gaat beginnen? Op jouw manier. Maar ja. God, hé, wat, hoe mooi wordt dat? Ja, nee, dat denk ik ook wel. En dat heeft meteen invloed op de mensen met wie je weer in aanraking komt en die bij je komen werken of wat dan ook. Ja. 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 Jij doet 1-op-1 coaching en dat duurt 6 maanden, lees ik hier. Ja. Waarom 6 maanden? Ja, dat is wel de tijd die ik er nu ook aan gekoppeld heb. Wat je heel veel ziet is dat mensen voor een gesprek komen. Als je het hebt over standaard psychologische begeleiding bijvoorbeeld of coaching. Dan kom je 1 keer in de week, 1 uurtje. En heel vaak gaat het dan ook nog op aanvraag van de klant wanneer ze nog een ander gesprek willen hebben. Maar ik wil echt met mensen werken die echt voelen van, ik ben er nou echt zo klaar mee. En er moet nou echt iets anders gaan gebeuren. Er is iets groters voor mij en ik weet niet wat. Dat is niet in 1 week te fixen. Dat hebben we ook niet in 1 uur gefixt. Maar ik wil dat we daar 6 maanden voor uittrekken. Want ergens in die 6 maanden ga jij denken, oh shit. Ik wil niet meer. Ik vind het heel eng. Ja. Ik vind het heel na. Maar dan heb je een commitment gemaakt. En daar moet je doorheen. Ja. Want dan ontstaat het pas. Dat is die struggle, weet je wel. En ik weet dat je kan opgeven. Maar dat gun ik mijn klanten niet. Ik wil dat je daar doorheen beukt. En dan gaat voelen, oh man, als ik hier doorheen ben. Dan is het alsof de wereld aan je voeten. Het is een beetje een stom begrip. Maar zo voelt het wel. Dan is er denk ik heel veel mogelijk. Alles mogelijk. Alles eigenlijk, ja. 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 En werk je alleen met vrouwen of ook met mannen? Allebei. Ja. Allebei. Maar echt met mensen die echt gecommitteerd zijn. Anders ga je ook geen 6 maanden met mij werken. Nee. Want je hebt op je website ook een soort kasteel, wat open staat voor de mens. Ja. En er is 1 gedeelte waar we allemaal in mogen, als ik het goed begrepen heb. Ja. Laten we beginnen met de kelder. Wat vinden we daar? Ja, mijn kasteel staat eigenlijk symbool voor wie ik ben, maar ook mijn bedrijf. Dus alles in mijn kasteel. Ik heb een deel waar ik kom met mijn gezin en een deel waarin ik werk. De kelder is een deel waarin ik 1-op-1 werk met de mensen. Dus dat zijn die trajecten van 6 maanden. Waarin ik met mannen en vrouwen werk die voelen van, ik loop nou weer zo vast. Voor de eerste keer, de tweede keer, de derde keer, de vierde keer. Elke keer tegen dezelfde dingen. Ik ben er nou klaar mee. En ik wil echt iets anders gaan doen. Mensen die voelen van, ik wil echt iets groters doen of iets anders doen. Ik wil een hele andere richting in met mijn leven. Maar ik weet eigenlijk nog niet zo goed wat. Maar die echt zo'n soort, een kriebel ergens diep van binnen voelen. En denken van, dit wordt het niet meer zoals ik het nu doe. Ja. Weet je? Je zegt ook metaforisch, de kelder is de plek waar zoekgeraakte schatten verstopt liggen. Ja. Tussen de dozen, de troep en de rommel. Ja. Alle overtuigingen. Alle overtuigingen over jezelf. Over het werk wat je doet. De wereld waar we leven. Alles wat niet werkt. Die liggen daar ook heel vaak verstopt. Dat zijn vaak ook de dingen die ons blokkeren. Het is heel vaak een overtuiging over onszelf, waarom we geen stap durven nemen. Hmm. Maar als je daar doorheen gaat en je kan dingen oplossen, inzicht krijgen, je kan sommige dingen teruggeven aan eerdere generaties, dan ga je zien waar je goed in bent. Die voelsprieten, ik heb daar heel lang heel veel last van gehad, dat ik heel snel dingen kon voelen van mensen. Ja. Nu is het mijn grootste kracht. Daar werk ik op. Alleen had me dat 10 jaar geleden gevraagd. Toen was ik echt gewoon wel leeggetrokken door mensen van wie ik voelde, het gaat niet goed met jou. Ja. En dat is wat jij bedoelt met van je shit je mest maken. Ja. Iets wat eerst, laten we zeggen, waardeloos leek, blijkt nu heel erg van waarde te zijn. Ja, heel vaak is mensen de situatie waar ze in zitten en daardoor heen komen, heel vaak is dat blijkbaar dus ook iets waar mensen zelf verder mee willen qua werk. Ja. Omdat ze voelen, dit is zo waardevol. Ik wil dit ook bij andere mensen doen. Kijk maar naar al die burn-out coaches die ontstaan. Die maar hebben zelf een burn-out gehad. Ja. Ja. Die ook echt voelen van, ik heb dit niet voor niks gehad. Ja. Ik moet hier iets mee. Dat hoor je vaker. Ik moet hier iets mee. Ja, precies. Ik was ook op een punt dat ik dacht, nou, is dit het nou? Ja. Dit wil ik niet. En vervolgens heb ik het zo getransformeerd dat iets waarvan ik heel blij word. Waarvan ik nu andere mensen mag helpen van, hey, is dit het nou? Dit wil ik niet. Ja, grappig. Het is niet anders dan mijn eigen pad eigenlijk gelopen te hebben. En ik weet dat het over 10 jaar weer anders is. Want ik sta ook niet stil. Jij ook niet. We gaan gewoon constant door. Ja. Op onze zoektocht. En is dat niet eng? Nee. Ik of vind alleen maar spannend? Wel leuk. Ja? Natuurlijk zitten er hele spannende dingen bij. Als je, hoe ga je het zeggen?
Je komt nieuwe mensen tegen, nieuwe ideeën, nieuwe verhalen, nieuwe inzichten. Op spiritueel gebied bijvoorbeeld weer heel veel nieuwe dingen. Dat je echt denkt, waar begin ik? Er is zoveel. Er is heel veel, ja. Waar begin ik? Als je niet uitkijkt, verdrink je in alle informatie die je wil lezen. Ja. Die je tot je wil nemen. Maar ik vind het juist eigenlijk wel heel mooi, want volgens mij is dat ook de zoektocht die we gewoon een hele leven lang doormaken. Ja. De groeitocht heb ik het iemand wel eens horen noemen. Hè? Ja. Ja, het lijkt alsof je op zoek bent naar iets, maar je wil jezelf natuurlijk gewoon voeden met wat er allemaal nog meer te vinden en mogelijk is. Hè? Ja. Ik denk dat je ook niet wil neerleggen bij het eerste de beste. Dat deed de generatie hiervoor misschien nog wel. Nou, je bent nou eenmaal slager geworden en dat ben je dan tot het einde van je leven. Ja, ja hallo. Waarom zou ik me zo moeten laten beperken? Ja, het voelt als een jasje waar je uitgegroeid bent. Ja. Dat. Nee, maar dan zitten we natuurlijk wel met het goedje genaamd geld. Ik verdien op dit moment echt niet, sowieso niet zo gek veel, maar ten opzichte van wat ik bij de radio verdiende, is geld nooit voor jou een drijfveer geweest? Dat, ja, het is dan wel de jeugdzorg, maar ja, al die onregelmatigheidstoeslagen of wat dan ook, het tikt allemaal wel lekker aan. Ja. Wat je lekker gestort krijgt aan het einde van de maand. Ja, ja. Uiteraard. Dat mis je nu. Ik had een hele goede baan als gedragswetenschapper. Die zeker niet misverdiende. Ja. Ik had gelukkig geen onregelmatigheid meer. Want ik hoefde dus ook geen nachtdiensten of slaapdiensten meer te doen. Ja. Maar ik wist wel als ik voor mezelf ging beginnen. Vooral de eerste periode. Dan had ik dat niet. Ik viel ook terug op een uitkering. Dat was een stuk minder. Ja. En ik had wel dan een soort van de zekerheid dat ik die uitkering een langere periode zou hebben. En dat maakte het wel weer oké. Dat ik dacht, ik heb ook even de tijd nu om te settelen voor minder. Maar in die zin was het me meer dan waard om minder geld te verdienen en me wel beter te voelen. Ja. Uiteindelijk wel. En tuurlijk speelt geld een rol. Altijd. Hoe is dat nu? Ook. Ja, want je moet ieder uurtje natuurlijk zelf verdienen. Ja, maar ik verdien ze dus gelukkig niet meer per uur. Ik ben blij dat ik me daar echt wel helemaal uitgebroken heb. Ik verdien ze gewoon per traject. Oh, je verkoopt een traject. Ik verkoop gewoon een heel pakket. Ja. Iets waar ik helemaal achter sta. Ik verkoop een transformatie, zou ik mogen zeggen. Nou, dat is wel mooi gezegd. Dus ik ben niet afhankelijk van de uren. Want mijn tijd is zeg maar niet te koppelen aan de energie die ik erin steek. Want een uur van mijn tijd is anders dan een uur van mijn energie. Ja. Het is niet dat ik in een uur klaar ben en denk, volgende. Als ik 7 gesprekken op een dag doe, ben ik hartstikke leeg. Nou, ben ik kapot. Ja. Nou, dat doe je dus ook niet. Nee. Geen 7 op een dag. Nee, ik heb een beperkt aantal plekken voor een traject. Ja. 4, 5. En dat is het ook. Dat noem je ook de toren, geloof ik, in je kasteel? Ja, dat is mijn groepsprogramma wat gaat starten in februari. Dat is echt een programma voor ondernemers, ondernemsters. Ik vermoed dat het veelal vrouwen zijn die naar mij luisteren. Die ook gewoon een eigen praktijk hebben. Die vaak een coachingspraktijk hebben tot nu toe. Het zijn ook heel veel mensen die uit de jeugdzorg voor zichzelf begonnen zijn. Maar die dus nog zo aan het worstelen zijn met gemeentes. Zo aan het inleveren zijn op wat zij eigenlijk willen doen. Aan het settelen zijn voor contracten. Voor inkomen eigenlijk. Ja. Voor genoeg trajecten te krijgen. Terwijl ze dan eigenlijk niet gaan doen waar ze heel goed in zijn. Als jij nou volledig je praktijk zo mag inrichten dat jij er heel erg blij van wordt, maar ook het beste resultaat mag leveren. Dat vind ik de meerwaarde. Hm. En dan hoef je niet 50 trajecten te hebben van de gemeente. Dan kan dat veel minder zijn. En dan kan je echt je ding doen. Echt je ding doen waar je blij van wordt. Ja. En ook gewoon tijd hebben voor je gezin. Zou ook wat waard zijn, ook 2 kindjes waar ik heel graag nog mijn tijd aan wil besteden. Ja. En nog even over dat bullshit verhaal. ik heb je podcast geluisterd. Ik vond de titels vooral heel leuk. Je vertelt in een van je podcasts inderdaad dat jij ook nog een bullshit verhaal hebt. En dat je altijd een keuze hebt met je bullshit verhaal of wat je ermee doet. Ja. Wat is dan nog zo'n bullshit verhaal voor jou? Zie je, ik heb ze dagelijks. Ja? Jazeker. Maar wat dan bijvoorbeeld? mijn bullshit verhaal. Als je het hebt bijvoorbeeld over het groepsprogramma. Dat is de eerste keer dat ik een groep, een programma aan wil bieden voor een groep. Voor ondernemers van 8 maanden. Die ik echt op mijn eigen manier wil doen. Dus het is niet alleen maar business coaching. Maar het is juist ook door die blokkades heen gaan. En dan kijken hoe ga je bedrijf opbouwen.
mijn bullshit verhaal is, wie ben jij om een groep te gaan doen? Jij hebt nog nooit zo'n groep gedaan. Kun jij vast niet. Ja. Dat is ook het eerste wat elke keer weer als stemmetje omhoog komt. En hoe ga je daar dan mee om? Luister je er niet naar? Of lach je er eens om? Of... Ik zet van alles in gang waardoor ik wel moet. Hmm. En ik weet ook, want het idee komt niet voor niks in me op. Ik heb ooit het idee dus gekregen om dit te gaan doen. Ik werd daar heel blij van. En toen kwamen al die stomme stemmetjes. Ja. Ik weet niet. Dus ik ben gewoon gaan boeken. Ik heb de ruimte geboekt. De zaal, ja. Ik heb de data vastgelegd. Ik ben gaan zitten. Ik ben nu bezig met een moodboard te maken. Dus ik ben echt aan het knippen, plakken, plaatjes plakken, teksten plakken. Want dit zijn de mensen die erin zitten. Dit is hoe we het gaan doen. En daardoor word ik steeds meer, kom ik in het vertrouwen. En weet ik ook, ik moet gewoon, ik heb het nou geboekt. Ja. Dus ik moet wel. En daarmee laat ik ook echt wel zien van, ik wil het ook. Universum, ik wil het ook. Kijk, als ik ook zeg, nou, ik wacht wel even met boeken. Want misschien komt er niemand. Ja, dan komt er ook niemand. Nee, dan komt er niks op gang. Dan werkt het dus niet. Nee. Nee. En dat is dus die Law of Attraction. We kennen hem allemaal, hè? De wet van de aantrekkingskracht. Ja, die kent hem niet. Nou ja, hij is wel in tegenwoordig weer. Hij is wel hip. Ja, 10 jaar terug heette het The Secret. Ja. Ik heb daar natuurlijk veel mensen over gehoord. Ik heb daar ook wel goede ervaringen mee. Ja. Maar wanneer is het voor jou een succes dan? Heb je dat ook wel bepaald? Hoeveel mensen er moeten komen? Wat het oplevert? Hoe lang het gaat duren? Nou ja, hij gaat sowieso starten. Dan zit er maar 1 in. Ja? Ja, ja, er moet wel 1 in zitten, want anders kan hij niet starten. Ja. Dus, maar dat is sowieso wat ik ga doen. Ja. Ik ga hem gewoon doen. Ja. Want dan ben ik ervan overtuigd dat het een volgende ronde weer beter en anders. En nou, misschien anders vormgegeven wordt, waardoor het nog beter stroomt. Hmm. Hij gaat gewoon starten. Want ik voel dat ik ook op mijn manier weer die lichtjes aan wil steken. Dat die mensen alsjeblieft ook weer hun lichtje groter gaan verspreiden. Ja. Want dat is mijn missie. En als ik dan alleen maar 1-op-1 blijf werken, kan het ook wel. Maar ik heb wel de noodzaak om meer lichtjes aan te steken. Nou, waar komt dat dan toch zo vandaan, die noodzaak? Is het dan zo donker van binnen dat er overal lichtjes aangestoken moeten worden? Ik denk wel dat heel veel mensen het ook nodig hebben. Dat denk ik wel. Ik denk dat we nu meer dan ooit in een tijd leven die zo snel gaat en zoveel van ons vraagt dat we echt heel dicht bij onszelf mogen gaan komen. En niet dat ik dat altijd ben. Ik heb ook mijn mensen ervoor nodig om bij mezelf te blijven elke keer. Maar ik denk dat het nu meer dan ooit de tijd is om de verlichting te bieden. Je wil iets zo doen, maar bewustzijn te verhogen. Dat mensen ook echt gaan voelen, ik ben hier met een reden. En ik voel echt de noodzaak, ik ben hier met een reden om lichtjes aan te gooien. Ja. En die mensen mogen ook hun lichtje weer aan laten gooien. Het is zo'n olievlek van licht, zoals ik het een beetje voel. Nou ja, dat is een mooie streven. Ja. Ik las op je LinkedIn ook dat jij een alles overboordgooier bent. Wat bedoel je daarmee? Ja, nou dat is dat ik echt die deuren achter me dicht kan gooien. Dat ik de deur van de jeugdzorg achter me dicht kan gooien. Ook in relaties, vriendschappen? Nee, dat is minder. Okay. Maar wel echt ook... Zoals je met je bedrijf gestopt bent. Ja. Ja. Als het niet werkt, dan is er iets anders nodig. En als we dus iets anders aangaan, dan verkopen we ons huis. Ons mooie huis waar we heel veel in verbouwd hebben in Deventer. Waar we heel blij en gelukkig waren. Ja, we gaan nu verhuizen. Dus we gaan het verkopen. In een tijd waarin huizen nooit verkocht worden. En het lukte toch. En het lukte binnen een week. Ja. Ja, bizar. Dus dat zijn wel van die keuzes waarvan ik voel dat heel veel mensen daar ook heel lang voor nodig hebben. Om daar überhaupt een keuze in te maken. Als ze hem ooit al durven maken. Ja. Want hoeveel mensen blijven niet burn-out krijgen in dezelfde werkzetting, baan? En waar komt dat door dan? Omdat ze geen keuze durven maken? Ze blijven maar doorzoeken. Ze laten anderen die keuze voor hun maken. Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja, dat denk ik wel. En elke keer wel de hoop dat het daar weer goed komt. Ja. Terwijl ik denk ook dat je soms daar een deur echt dicht moet gooien voordat er weer iets anders mag gaan ontstaan. Maar ja, ik zei net aan de keukentafel ook al tegen je, ik zit vaak nog een beetje in die worsteling van... Heb ik niet te vroeg ergens de deur dicht gegooid? Hmm. Weet je wel? Want we hebben het over blokkades. En dan zit je bij zo'n radiostation. En dan voel je aan alle kanten dat het wringt en dat het niet werkt. Dan denk ik, ho, wacht eens even. Dit zijn allemaal issues bij jou, hè? Het radiostation kan hier niks aan doen. Mm-hmm. Maar ja, dan kies je toch weer voor de weg van, nou, dan kom ik hier maar niet meer. Dan voel ik ook niet al die frustratie en die blokkades bij mezelf. Mm-hmm. Hoe kom je er toch achter wanneer het tijd is om ergens te vertrekken? Hè, zoals jij dat wist bij de jeugdzorg. Of denk je, ja maar wacht eens even, wat ik ook veel spirituele leraren hoor zeggen.
dit is precies de plek waar jij nu moet zijn, want hier worden je blokkades aangeraakt. Mm-hmm. Ja, misschien was het voor jou precies de plek om het spirituele pad te gaan ontdekken. Ja. Weet je, het blijft een beetje zo'n hamvraag, hè? Kip of het ei, waar doe je goed aan? Had ik langer moeten blijven? Hoe had het er dan uitgezien? Je weet het niet. Maar jij hebt die nooit gehad. Nou, ik heb natuurlijk niet voor niks lopen jobhoppen daarvoor. Ja, daarvoor was je al. Ik dacht, ik probeer het in een andere jeugdzorginstelling. Ja, is vast anders. Ja. Dus, natuurlijk heb ik het ergens wel gehad. Alleen op een gegeven moment voelde ik wel, het maakt niet uit waar ik het ga doen. Want het is overal een beetje hetzelfde. Ja. Ik loop elke keer tegen dezelfde dingen aan. En ik voelde, ik kan mijn eigen ei niet kwijt. Ik kan niet werken zoals ik wil werken. En ik hoorde jou net zeggen, ik kon ook niet de radio maken die ik eigenlijk het allerliefste wilde maken. Ja, dat klopt, ja. Dus op het moment dat... Voor mij werkte dat niet. Ja. En ik wist, ik ga hier niet meer mijn ei in kwijt kunnen. Nooit meer. Er zijn heel veel mensen die leggen zich daar dan maar gewoon bij neer, hè? Ja. Zijn wij dan een bepaald type mens wat zich gewoon daar niet bij neer wil leggen? Ik denk dat wij een bepaald type mens dan zijn die voelen dat er veel meer in zit. Hmm. Ja. Die zich niet laten beperken. Maar ook dat er ook iets groters ligt. Ja, ik word er altijd wel weer heel blij van, want... En ik merk het aan jou ook. Want ik kan dan wel heel leuk zeggen, ik wil over de hele wereld lichtjes aansteken. Maar jij wil een heel uniek concept radio in Nederland eigenlijk neerzetten. Ik denk, weet je, je voelt ergens van, er is iets anders, iets beters, iets groters, iets mooiers. Ja. Iets met meer impact. Ja. En is dat dan niet ook een ego kwestie? Dat zouden mensen zo kunnen uitleggen. Goed, hè? Ja, nou. Dat jij en ik gewoon een enorme ego hebben wat gewoon, wat gewoon wil... Dat baantje bij de radio. Nee, ik wil radio 2.0 maken. Weet je wel? Ja. Jij wil jeugdzorg 3.1. Ja. Ik weet het niet, hè. Maar ik kan me dat zo voorstellen dat mensen dat denken die dit horen of zien. Ja, maar wanneer het gaat over ego, dan gaat het echt over jezelf, volgens mij. Dat je zelf de credits ervoor wil. Dat je de eis hebt dat je, weet ik veel, de mega hard aan moet verdienen. Of de ja... Dat je er bekend mee wordt. Ja. Jij wil niet ik wil eigenlijk helemaal niet bekend worden. Alleen ik voel wel dat het eigenlijk niet anders kan. Dan dat het wel bekender gaat worden dan dat nu. Dat het helpt. Terwijl ik denk, eigenlijk wil ik helemaal niet zo met mijn hoofd op het, nou ja, op het de net. Radio, op het net. Op. Is dat nu te laat? Nee, maar ik weet ook, het moet. Ja. Maar ik denk ook dat het ergens wel anders kan. Dat je niet zoals, als je het dan hebt over Oprah... Als je het hebt over een hele belangrijke vrouw, denk ik wel, in onze tijd. Die heeft wel wat zaadjes geplant hier en daar. Zo, die heeft wel wat lichtjes aangestoken, toch? Ja. Denk dat het ook anders kan in deze tijd. Dat je niet met je kop op televisie constant zo de wereld over moet. Ja. Denk niet dat het hoeft. Maar goed, dat je wat meer jezelf moet laten zien. Ja, ik denk als je een grote missie hebt en je wil echt iets met grote impact doen, dan zul je wel moeten. Nee. Dat hoort er nou eenmaal bij. Ja, weet je wel. Nog even over familie, hè. Mijn ouders wonen in Limburg. Ik ga daar regelmatig naartoe en dan blijf ik daar een paar nachtjes. En dan heeft Eckhart Tolle wel eens gezegd, zo'n schrijver, hè. If you think you are enlightened, go and spend a weekend with your father and mother. Dan worden er wel wat dingen aangeraakt, hè. Als je zo bij je ouders blijft logeren. Ja. Dan zegt mijn vriendin wel eens tegen me van, nou niet van blijf daar weg, maar wel op zijn minst, wat doe je jezelf toch aan? Ga daar gewoon één nachtje naartoe dan, als je er zoveel last van hebt. Ja. Terwijl ik denk, ja, maar ja, het zijn toch je ouders. Ik weet hoe leuk mijn moeder het vindt als ik er ben. Dat ze weer een beetje voor me kan zorgen. En het blijft een eeuwige struggle met je familie. Hè? Ik weet dat er ook mensen zijn die gebroken hebben met hun familie. Er zijn mensen die hebben rituelen met hun familie uitgevoerd. Een cutting noemen ze dat, geloof ik. Waarbij je de banden met je familie door... Hoe toch met die familie om te gaan? Ja, het is toch je familie. Zitten we ermee opgescheept? Wat moeten we ermee? Familie. Nou, ik heb het gelukkig niet zo sterk als dat jij het schetst. Dat gevoel van... Want hoe voel je dan als je bij familie bent geweest? Nou, dan ben je niet meer enlightened. Nou ja, het raakt wel wat aan. Het raakt wel wat verdriet aan. Oude dingen. Je voelt onrust die daar hangt. Angsten. Ja, ik ben natuurlijk net zo gevoelig als jij, dus... Dat is nogal wat. Mijn vriendin zegt, als je komt dan terug als een soort spons... die dan eerst de dagen daarna weer helemaal uitgeknepen moet worden. Ja, ja. En dat hou je al een paar uurtjes vol. Maar ik zit dan soms 2-3 dagen. Ja.
Ja, de grap is dan wel van, waarom doe je dat dan 2-3 dagen? Ja, lijkt dat zoals soort, je vriendin dat ook zegt. Ja, een soort zelfkwelling lijkt het bijna wel. Alsof ik zoiets van mezelf vind dat ik dat gewoon moet kunnen verdragen. Een paar dagen. Ja, ja, ik heb dat met mijn familie niet zo, maar ik weet dat het... Het komt voor. Zeker, zeker. Het komt heel vaak voor. Maar het helpt dus als je, naar mijn idee, veel meer inzicht krijgt in hoe kan het dat mijn vader zo is. Of mijn moeder zo is. Of dat mijn opa of oma zo was. Onderzoek het. Ja. Waar komt het vandaan? Waar komt het vandaan? Kijk. En ga eens op die plek staan. Want dan ga je ook voelen wat je vader en moeder voelen. Ja. En als jij zo gevoelig bent, en dat ben ik ook, dus ik heb ook dingen over mijn familie, ben ik te weten gekomen. Dan kan ik voelen, hoe is het op die plek? En mijn god, wat is het hier eigenlijk een zware plek ook om te zijn? En opeens kon het dan bij mij klikken van, hey, maar ja, daarom is de opvoeding zo gelopen zoals die destijds bij mijn ouders is gelopen. Je krijgt begrip en compassie. Ja, en je kan echt zien, het ligt ook echt een stuk daar. Als jij je zo zwaar voelt, dan heb je waarschijnlijk een stukje overgenomen wat eigenlijk gewoon lekker daar hoort. Je hoeft dat allemaal niet te gaan zitten voelen. Nou, je weet dan wat je voelt. En nu pak je het waarschijnlijk op als een spons en denk je, waar komt dit vandaan en van wie is dit en hoezo? Ja. Maar dan kun je het plaatsen. En je kan van tevoren jezelf ook ervoor afschermen. Er zijn echt een aantal oefeningen die je gewoon visualiseer je een bubbel of zo, of een... Ja, een bubbel of blijf in je eigen energie, in een straal. Ja, er zijn zoveel dingen die je kan doen. Maar, ja. Je hebt al een paar keer die tip gehad, zo te horen. Ja, ja, ja. Je bubbel werkte niet. Nou, ik heb natuurlijk inmiddels, dat zegt mij, ik kom maar steeds terug op mijn vriendin, maar die volgt me natuurlijk van het dichtstbij. En ik heb natuurlijk inmiddels zoveel mensen gesproken. Dat heeft ook alweer zijn vrouw tegen mij gezegd. Ja, daar moet je niet van lachen, maar dit heeft ze echt gezegd. Je bent een soort kosmische stofzuiger. Je komt ergens. En dat is nou eenmaal jouw taak. Jij komt daar even wat spanning uit de lucht halen. Mm-hmm. Kosmische stofzuiger. Ja, ik vind het een mooie omschrijving. Maar ik wil niet altijd een kosmische stofzuiger zijn. Nee, dus je mag eigenlijk gaan visualiseren hoe je al dat stof wat je opzuigen wil lekker ergens kwijt kan. Dat die zak gewoon vol zit. Of dat er geen zak in zit. Ja. Dat je zo'n Dyson hebt die dat dan op doet lossen. Ja, ja, precies. Ja. Dat zou het is wel een interessante, want als dat wel zo is, dan zit daar ook wel een aanknopingspunt in hoe jij dus ook al die rotzooi die jij pakt en weghaalt bij mensen, hoe jij die ook gewoon weer lekker terug kan geven aan, aan de aarde, het universum. Ja, precies. Weet je, er zijn allerlei manieren waarop je dat kan doen en je moet voelen wat voor je werkt. Weet je, ik kan je vertellen dat ik af en toe een lichtstraal boven mijn hoofd visualiseer. En dan doe ik alles wat niet van mij is, stuur ik daarheen, laat ik transmuteren in liefde. De kosmos, wat dan ook. Iets neutraals. Ja. Maar dat het niet meer van mij is. En het werkt. Voor mij werkt het. Dat lucht op. Ik vind het heerlijk. Ja, ik kan me voorstellen. En dan vul ik het even aan met allerlei liefde en zelfvertrouwen en dingen die ik op dat moment nodig heb. En dan denk ik, goh. En misschien is het één grote mindfuck, maakt me niet uit, maar mij helpt het. Ja, nee, als het werkt, dan werkt het. Daar gaat het mij om. Ja. Want bewijzen kunnen we toch niet. Nee, wel alleen maar we gaan nooit weten of jij een kosmische stofzuiger bent, natuurlijk. Ik zou het wel een leuke titel vinden voor LinkedIn. Kosmische stofzuiger. Ja, kijk wat het oplevert. Ja. Ja, mensen herkennen het wel, denk ik. En ik denk dat er meer van rondlopen. Maar ja, er zijn ook mensen die zeggen, ja, ontwijk die types dan toch gewoon allemaal. Ik laat me gewoon niet meer in met die zware buurvrouw. Ik fiets wel een rondje extra als ik zie dat ze daar loopt. Ik heb geen zin in die verhalen allemaal. Ja, toch niet. Nee. Je gaat ze aan. Ja, ik vind van wel, ja. Ik weet niet. Nou, we hebben nog zo'n 5 minuten. We gaan zo ook nog een gesprek opnemen voor jouw podcast. Ja. Hè? Dus misschien kunnen we daar nog verder op ingaan. Ja, leuk. Inpluggen op jeleven.nl. Ja. Dat is je website? Dat is mijn website, ja. Jij zit in Zeeland, Zeeuws-Vlaanderen. Ja. Reis je ook voor mensen? Nee, mensen komen echt naar mij. Naar de kelder? Ja. Het is gelukkig geen kelder. Nee, ook niet. Je krijgt ook geen pakje aan. Oké, gelukkig. Ik doe ook geen pakje aan. Nee, duidelijk. Het is een hele fijne plek bij een B&B. Dus het zit echt op een landgoed. Het is dicht bij de zee. Dus mensen kunnen overnachten. Het is een soort cadeau aan jezelf. En je komt bij mij ook niet voor een gesprek. Zeg maar 2 uur kom je niet reizen. Je komt een hele dag naar mij. Over die 6 maanden doen we dat 1 keer of 4. En daartussen coach ik via Skype of bellen we. Dus als je komt, kom je echt een hele dag.
En ga je... Het is een cadeau aan jezelf. Het is ook... Ik hoor van heel veel mensen... Oh, was het heerlijk vandaag. Niet van... Oh mijn god, wat was het zwaar. Die gaan echt lichter weer terug. Een soort wellness, maar dan ja, met wellness de kleren aan. Ja, voor je mind eigenlijk misschien ja. wel. Ja, oh, zoiets. Goed. Dus het is echt bij mij in Zeeland. Het is een soort mini-vakantie die je dan hebt. Ja. Ja. Je podcast, die staat op iTunes en Spotify, hè? Ja. En de titel? Inpluggen op je leven. Inpluggen op je leven. Ja. Ik heb nog even die titels van die podcast. Ik vond het wel interessant. Waarom het goed is als je ontevreden bent over de situatie waar je nu in zit. Mm-hmm. Waarom is dat goed? Even kort nog. Omdat je dan kan voelen wat je niet wil. En als jij weet wat je niet wil, dan kun je dus ook gaan voelen wat wil ik wel. Aha. Niet wachten tot het perfect is, want dat wordt het toch nooit. Ook een titel. Ja, nou die zegt het al. Gewoon maar ga met die banaan. Dat was deel 1 van jouw podcast, hè? Ja. Ja, dat was de eerste. Je hebt je niet laten tegenhouden door beperkende overtuigingen. Op je website zijn er ook gratis dingen te vinden. Een e-book, blogs, de podcast natuurlijk gratis. De podcast, ik doe regelmatig een online masterclass. Daar kun je voor inschrijven. En die gaat over verschillende onderwerpen. Pak je spirituele leiderschap, maar ook zet mij maar achter de kassa. Op het moment dat je echt denkt, oh, ik zit nou in een baan. Zoals ik het altijd in de jeugdzorg zei, ik ben er zo klaar mee. Zet mij maar achter de kassa. Ja, en dan niet omdat dat werk simpel werk is, maar dat je. Waarom? Wat zit daarachter? Omdat je zo klaar bent met alle verantwoordelijkheid, al het gedoe eigenlijk. Waar je zelf weinig invloed op hebt. Laat mij maar lekker mijn ding doen. Ja. Achter de kassa. En dan weet ik wat ik mag doen. Duidelijke taak. En dat is het. Ja. 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 En het is echt heel inspirerend bedoeld. Die masterclasses. Daarin krijg ik zelf inzicht. Dan gaan we oefeningen doen, opdrachten doen. Hoe meld ik me daarvoor aan? Via mijn website kom je naar een link waar je mag aanmelden. Dan kun je een aantal data kiezen. Er komen nieuwe data bij. Dus eens in zoveel tijd bied ik zo'n online masterclass aan. Cool. Ja. Je zit ook op LinkedIn? LinkedIn en Facebook. Instagram doe ik niet aan. Geen selfies? Af en toe, maar niet via Instagram. Nee. Nee. Oké, we gaan je opzoeken. Dankjewel voor het leuke gesprek. Wow, super. Dankjewel.